Het lijkt erop dat Rachel Hazes haar goede vriend Guido den Aantrekker voor haar karretje spant om dochter Roxanne in een kwaad daglicht te stellen. Moeder Rachel doet er alles aan om Roxanne neer te zetten als een soort fantast en is aan flink wat touwtjes aan het trekken. Zo staat er deze week een familievriend op de cover van Guido's blad Story. Deze familievriend, ene Joop Kruis, maakt Roxanne in een uitgebreid story-artikel met de grond gelijk. Vooral de cover van het entertainmentblad springt in het oog, omdat Roxanne daarop flink in diskrediet wordt gebracht. Familievriend Joop na aantijging jegens Rachel, Roxanne loog altijd, en doet dat nog steeds, luidt de kop. Yvonne Koldewijer heeft dat story-artikel even doorgenomen en kan maar tot één conclusie komen, die Joop is zelf een fantast. Joop Kruis, een vriend van André Hazes SR, heeft in Story zijn verhaal verteld om Roxanne zwart te maken. Er klopt alleen echt geen moer van wat hij zegt, schrijft ze op haar Juice-kanaal. Er zijn volgens Yvonne meerdere punten die niet correct zijn. Zo zegt hij dat Rachel schulden had en daarom direct het huis moest verkopen, na de dood van André. Klopt niet. Ze hebben er gewoon nog 2 jaar gewoond. Ouders Rachel zijn daar ingetrokken. Ze vervolgt, er waren geen schulden want andere 2 kinderen van André, Melvin en Nathalie, hebben netjes hun erfenis ontvangen. Deze man lult echt uit zijn nek. In 2020 is de Honda van Rachel zelfs cadeau gegeven aan deze Joop Ogen. Neemt hij het daarom zo voor haar op? Storybaas Guido laat volgens Yvonne flink wat steken vallen. Valt allemaal gewoon terug te vinden online, de Story heeft weer flink verzaakt in hun fact-checking. Guido is echt het loopjongetje van Rachel, wahaha gezicht met rollende ogen. Yvonne vult in haar podcast The Juice Show aan dat ze Guido een galbak vindt. Hij heeft natuurlijk een tweetje met Rachel. Waarom? Omdat hij dan een side scoops krijgt. Maar het ding is, Rachel liegt. Dus wij lachen ook altijd, want elke week staat er weer iets op de cover wat Rachel graag wil wat de buitenwereld weet. Rachel wordt vrijwel elke week geciteerd door de Story, soms ook onder haar eigen naam. André is niet met Monique, staat er dan. En dan zit Guido helemaal stoer te doen, maar Guido, je hebt het van Rachel. Die liegt. Ze vervolgt, Rachel wil dat het precies zo gaat zoals zij het zegt. En dan staat er nu op de cover, van een of andere oude vriend van de familie, Roxanne heeft altijd al gelogen. Nou, sorry hoor, dat vind ik zo lelijk. Wat smerig van de Story. Guido heeft nog niet gereageerd op de snoeiharde aanval van Yvonne.